Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Lock met Sander van Gamende SB. Zoals je ziet, ik ben woest. Ben je alweer woest? Ik weet ook niet waarom, maar je ziet het. Oh, ja. Je hebt zeker zo'n intro-moment, woestje. Ja. Oeh, HM04, strength. Ik heb Hariyama ook HM's gegeven. Of TM's gegeven. Giga the Draining. Eerst even 7, want dan kan ik gewoon hergebruiken. Op 300 snide zetten. Oh. Frick. Laat iets fouten maar. Ik wil gewoon minder speed. Wil je meer of minder speed? Ja, ik kom meestal zeg ik meer, maar... Oeh, nemel. Nemel. Oeh. Nemel. Yo, nemel. Kun je die ook vangen of? Nee, echt niet. Ja, tuurlijk wel. Dat is toch een hardy? Ja, okay. Ja. Ja. Misschien, je kunt toch ook toevallig een hoort tegenkomen? Of niet? In deze game. Moet je per se sweet zijn. Oh, dat is waar, ja, dat kan wel. Dat zie je wel, ik ben niet compleet gestoord. Nee, maar wel grotendeels. Kan ik? Wacht, ik ga wel achter hem langs. Anders, wacht, dan ga ik eerst dit ding uitdoen. Kijk, nu dan, zo doe je dat. Sorry. Dat is een beetje... ik ben al in Verdant Turf, joh. Ja, ik heb die hele fucking battle gedaan en nog ben ik veel verder dan jij. Ik heb 5 shinies tegengekomen voordat ik mijn encounter had. Jij 1. Dat is waar. Jij had nog een Surskit. Ik had Surskit al wel 4 keer. Nee, ik had hem nog maar 1 keer, maar daardoor moest ik 4 keer encounteren. Maar ik ga nu speed up. En ik moest ook leveling, hè. Ik moest ook leveling. Hey, shiny what's up? Oeh. Had je liever nummer gehad, denk ik, of niet? Ja, maar die kwam ik ook ergens anders nog wel tegen, denk ik. Oh. Ja, dit is gevaarlijk. Maar, we hebben Tori! Let's go! Het enige nadeel is, ik heb wel al een fighting type, dus ik weet niet of ik Machop op dit moment ga gebruiken. Ja. Ik zou balen als ik een Machop zou krijgen, dat zeg ik. Oh, deze guy had geen sturdy, hè? Gelukkig. Nee. Want hij deed net roll-out en ik ben bang voor roll-out. Matching the op? Oké, even kijken hoor. Ik ga hem even vermoorden trouwens, deze Machop. Durf ik? Maar. Net zoals dat jij die Machop vermoordt. Zeker, wij vermoorden hun en ze. Wij zijn het Machop vermoord team. Inderdaad, we zijn een Machop vermoord team. Who you gonna call? Het Machop vermoord team! Kijk, zie je, we zitten wel op één lijn. Als je zo'n lijn hebt. Dan zitten wij er al. Ja. Oh, is dat hier al? Ja. Ik dacht dat het vet ver, veel verder in de cave was. Oh ja, maar je moet wel Rock Smash nog aan iemand leren.
Dat is ook nou wel weer ja. naar. Wacht even. Hold up. Kan Six Goon Rock Smash? Ja, iedereen kan alle HM's. Mooi. Ik ga niet zo'n slechte move aanleren. Dat wil ik dus zeggen. Oh, dan kan ik misschien nog beter aan Plusvol doen, want die ga ik echt nooit gebruiken. Behalve de vorige aflevering een paar keer. Hou op, ik wil er niet aan herinnerd worden. Hier, helemaal niet. Maat, een ultrabal, ga er gewoon bro, in. Bro, je hebt tegen mij gelogen. Oh, what the fuck? Dan had ik gewoon geluk dat iedereen daar hem kon leren. Ben ik zo. Ik denk wel dat Sixagoon niet kan hoor, maar... Ja, want hij had hem bij jou dus ook. Nee. Oh nee, je hebt geen Six. Ik dacht dat jij ook kan in. Ja, maar die zit in mijn box. Ah, je hebt een box. Steve. Oh, hij heeft al meer dan twee lijnen gehad, maar hij gaat nu Rock Smash doen. Ja. Dat is anders dan Inazuma Eleven. Kunnen we deze trainers eventjes verwijderen uit de game? Nee. Oh. Ja, nee. Sorry, ik ben geen game dev. Ja, laat me dan ook gewoon Rock Smash doen. Eenmaal zeiken van, ik wil een Rock Smash. En dan wil ik Rock Smash doen. Ja, wil je Rock Smash doen trouwens? Ik ga je toch niet zeggen dat je Rock Smash moet doen. Nou, cutie time trouwens, cutie time. En nu zijn ze weg. Ik weet waar ze naartoe zijn. Naar de slaapkamer. Oh, voor dat. Oeh, ik hoop dat deze shiny is, want in deze route mag ik nog een shiny. Ja. Wat, welke kant moeten we op? Naar boven toch? Nu? Ja. Ja, dus terug en dan naar boven. Een encountering en dan krijg ik nu shiny Bulbasaur. Oh, wel een Bulbasaur, maar geen shiny. Ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet. Misschien ziet die er wel heel cool uit. Maar het is een Bulbasaur. Ja. Goed punt, hè, van mij. Ja, dat is een goed punt, maar... Ik moet hem ook een beetje een kans geven. Dat is waar. Waarom ben ik hier? Moet ik hier? Om te chilling rain. Oh nee, ik moest naar boven. Ik weet het weer. Oh. Ik denk eindelijk chasing door de game in en dan gaan ze dit doen. Ja. Oh ja, ik kan dingetje. Oh nee, ik kan dingetje niet wegstoppen, zeker. Sixagoon. Het zinje met Sixagoon. Nee, je hebt wel Rock Smash nodig zo. Ja, freak. Daarom dat ik hem gewoon aan een teammember heb geleerd. Hier, dit is dat huisje wat ik bedoelde eerder. Mm-hmm. De 5 afleveringen terug. Hey, een Big Pearl. Nice. Yo, dat is de dochter van Hushan. Toch? Noem die nou gewoon Big? Nee, Pearl. Parel. Ja, dat weet ik. Alleen, het is een Big Pearl. Wat? Nee, dat is, zo heet hij toch? Ja, maar ik pakte een Big Pearl, dus jij noemt hem gewoon Big. Nou, ik vond hem best wel groot, ja. In verhouding tot en met SpongeBob. Tot en met ook niet. Ja, tot en met SpongeBob. Oh jongens, hou op met me. Yeah. Oh, dat doet gelukkig echt is de, letterlijk niks. Gelukkig is de wifi-connectie van Loudert wel goed. Ja, die is wel goed, wifi-connectie, hè? Drie streepjes, dat is wel veel. Op schaal van 1 tot 10 vind ik dat 10. Dat is niet zoveel. Schaal van 1 van 10 is 3 niet zoveel. Nee, dat niet. Maar op een schaal van 3 tot 3 is het toch wel een 3. Zeker.
En dan omgerekend zou het een 10 zijn. Op een schaal 10 van de 10, dat klopt. Dat is waar. Bijt die vleermuis zijn moeder. Dit duurt zo lang. Al die grote training games. Illumise. Fuck Illumise. Nobody likes Illumise. Ja, hou je van Illumise? Ja. Jij bent het. Oké. Ik dacht dat je alleen een loserboy kon zijn met een PS5, maar het kan ook als je Illumise leuk vindt. Ja, of als je niet snapt wat een grapje is en wat niet. Ja, nu ga je terug trappelen. Ja, nu ga je terug trappelen. Gulling the pin. Quick attacking. Dat is wel snel attack. Oh, nu gaat hij ook veel jet gebruiken hoor, nu hij weet dat het mijn eigen involved is. Yeah. I see what you're doing, I see what you're doing. En dan ben je niet kippig. Niet kippig. Doorkippig. Zie je bovenin ook een encounter vangen trouwens? Dat kan je door niet, want je hebt niet de goggles. Ik dacht dat je wel een beetje kon lopen. Nee, krijg je haar ook weer. Ze gaat je wel healen. Oh, yes! Mee, wat leuk, wat gezellig. Yes, haar ook weer. Oké, the fiery path. Beter dan die bitch die niks deed voor een of andere contestregio. Strength. Dankjewel. Let's spam de honing. Mee gives me letterlijk strength. Ja, oh, me. Nou, Johnny Heatmore. Heatmore? Holy damn, fucking ziek. What are the chances trouwens? 1 op 100. Echt? Ja. Nou ja, 5 op 100, omdat ik 50 gelijk heb. Ja, nee, ik bedoel dat die Heatmore, dat je een Heatmore tegen. Oh, dat je dan. Oh, zo, dat weet ik niet. 1 op 5, want ik zie 5 nummers en ik zie 1 niet meer. Doe eens even aardig tegen mij. Dat is niet hoe dat werkt. Je moet gewoon een keer aardig zijn tegen mij. Ik doe altijd hartstikke aardig tegen je. Hey, we doen featuring Cat trouwens. Het is alweer? Ja. Ja, jou ook lief. Maar ik ben even een nummer aan het shiny. Nummel, nummel, nummel. Even speed up hoor, even speed up. Incineratie! Ja, hey. Ik krak je dan wel een beetje af, eerlijk is eerlijk. Je doet de light af aanval. Ja, ik heb het door. Yo, geen shiny? Hoe durfde de nummers niet shiny te zijn? Je steelt toch ook geen shiny? Dat denk ik dan altijd hoor. Of je downloadt toch ook geen die shiny? Doen. Er zijn vast mensen die dat wel doen. Paddy? Wow. Well, hij is toch zo'n cheatering? Nou, hij is wel zo'n cheatering, ja. Nummer. Gepest. Oh, de kans dat ik een nummer krijg is best wel groot. Dan kan ik daar dus ook een heatmore krijgen. Dat zou wel chill zijn. Dat is zeer waar. Dus ik hoop niet dat ik een machop... Als ik een machop ik denk ook dat, dat je in deze ding ook nog Torkoal kan krijgen. Oh, maar dat vind ik ook goed. Ik ga hem dan niet gebruiken waarschijnlijk, omdat ik dan liever nummer... Totdat het misschien een keer moet, maar... Ja, nee, dat is waar. Toch goed wel. Een bal die ultra is! Eeuw. Nee, grapje. Dat was ook niet op die bal trouwens, dat was op die... Met chops. Mag ik ook dupe zeggen als ik de type in al heb gehad? Nee. Oh, dat is niet hoe dat werkt. Oh, jammer. Nee, dat is niet hoe dat werkt, zei hoor. Lekkering! Veel te proberen. Yo, Heatmore is wel vet trouwens. Zeker. Ik vind Heatmore sowieso wel oké Pokémon. Ja, ik ook. Ik ben het nog nooit echt gebruikt, man. Nee. Zuko. Mijn jobs krijg ik niet ineens allemaal.
Dan denk je de hele tijd nummers tegen te komen en dan ineens gaat hij met Chop. En dan is het jongen die met Chop Shine. Nee, dat is hij niet. Dat is hij niet. Nou, ons game, dat is hij niet. Als nummer nou ook Rock Smash kan, wil ik hem nog wel een nummer leren misschien. Als coverage. Als coverage? Ik haat HM's, hè. Daarom is het ook goed dat ze daar vanaf zijn gestapt. Ja, maar ja. Ik was echt fucking salty de laatste aflevering van Infinite Fusion. Want? Want HM's. Oh. En daar was ik fucking salty om. En toen moest ik ook nog de kutste puzzel ooit doen. Ik hou van puzzels. Maar deze puzzel. Je bent een Professor Layton guy. Maar deze puzzel niet. Ik zweer het je. Hey, vind jij de Lieutenant Search? Shiny Nemo. Oh, joh. Cool. Vind jij waarom ben je dan niet blij? Ja, ik ben wel blij. Maar ik zit nog in de rage van de Lieutenant Search puzzel. Oh, dat is helemaal geen moeilijke puzzel. Dat is de kutste puzzel ooit. Dat valt mee. Het is gewoon elke keer eentje en dan eentje die ernaast zit. Zo moeilijk is het niet. Het is geen puzzel. Het is kans. Maar... ik haat kans. Kansen zijn dan niet moet je, aan mijn zijde. Dan moet je geen Mario Party spelen. Doe het toch. Dan is het vooral je eigen schuld. Dan speel ik wel Doroka Do Kingdom. Nee, Dokkapon. Ook goed, dat. Dat is wel een leuke game, alleen dat is pas kut als je niet van kans houdt. Dus we moeten eigenlijk wel even 1 KO erop zijn, want dit is heel kut. Intimidate! Lekkering! Intimidatie! Hey, Koffing. Mijn intimidatiecheck heeft gewerkt. Goed zo. Hij heeft een hoger charisma, mijn tsunami, denk ik, want de intimidatiecheck die werkt meteen. Ik kan straks gewoon denk ik 2 afleveringen niks doen. Je kunt toch shiny hunten? Niet als ik de gym leader heb verslagen. Oh, je gaat nu al de gym leader verslaan? Nee, maar ik loop wel heel ver voor. Ja, maar je hebt nog een... oh, route dat is 112, is dat een nieuwe route? Ja, dat is hetzelfde. Ach. Oh, dat is hetzelfde. Bereken de back niet ook. Dat was, daar ving ik toen in Arceus en toen had ik daar al Butterfree gevangen in Omega Ruby Shuffle Lock. Nee. Ja, wel Shuffle. Ik weet niet of het Shuffle Lock was, maar in ieder geval in een Omega Ruby serie die ik op mijn kanaal. Volgens mij had het wel eens Shuffle Lock. Nee, dat was gewoon Nuzlocke. Waarin ik 0 Death probeerde te krijgen en toen de eerste aflevering kreeg ik Death. En daarna nog eentje helemaal aan het eind. Maar... die is ook geen aardig goed. Lekkering, Sandering. Dat is niet deze Nuzlocke. Tornado, ja, zou dat... Waarom blijf je niet gewoon in? Omdat ik hem wil verzwakken. Oh, oké. Okay. Ik zou het niet risken, maar... dat ja, maar hij killde die andere nummer dus ook niet. Wagon. Het is wel risky. Misschien heb ik niet Supersonic op hem? Oh nee, ik voel het maar afgeleerd. Supersonic, dat is een Sonic die alle Chaos Emeralds heeft en dan wordt die goud. Ja. Wat? Wat zei jij trouwens? En je zegt ja en dan wat? Het is een gouden Sonic die... nee, dat is een Sonic die alle Chaos Emeralds heeft. Dan wordt het een gouden Sonic. Dan is het Super Sonic. Oh, ik snap echt helemaal niks van wat je zojuist zegt. Jij zei dat je Super Sonic deed. Super Sonic, ja. Dat is een Sonic die alle Chaos Emeralds heeft. Dan wordt die Super Sonic. Dan is het een gouden Sonic. Ik heb nooit zo diep Sonic gespeeld, volgens mij. Kom ik nu achter. Ik ook niet, maar ik weet het wel. Ik wist het niet. Heb je ook nooit cartoon gezien zo vroeger?
Nee. Oh. Nice. En dan kan ik nu de Heatmore. Hij heeft de nummel. Nummel. Of de koffing, of de torkel. Hoe ga ik deze nou innoemen dan? Is er iets in lava? Lava. Shot. Inazuma. Deze meneer die heeft een ziekje. Na, 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 na. Welke is dit? Wat is dit voor? Punchin. Secret power! Secret power! Ja, ik weet het niet. Pak een willekeurige van Rayman en play the game. Nee, ik ga. Ik weet al hoe ik hem ga noemen. Ah, dit is niet wat ik wou. Ah, dit is ook niet wat ik wou. Torch. Waar is Cassel? Geen idee. Oké, nou dan kan ik healen. Oh wacht, dan duurt het nog langer. Ik ga wel niet healen. Kut, ik moet eigenlijk wel healen. Dan ga je wel healen, Sandring. Sorry, dan duurt het even lang. Maar ik kan niks anders. Ik zit toch in een ellenlange cutscene, dus. Rocking the smash. Ja, maar jij, die moet ik ook nog. Shiny? Nee. Dat zou wel mooi zijn. Ik ga deze Geodude henten. Volgens mij kan je hier healen. Kan ik daar healen? Ik ben daar nog niet, maar... Ja. Cool. Kan Nummel, denk je, rocking the smashing? Ja, dat toch? Die kan toch wel rock smash? Jawel. Zou ik ook denken, hoor. Een elixir ring? Oeh, hij switcht een Pokémon in. Ja. Ik ben er heel enthousiast over. I'm battling. Ik battle met Broken. Moet hij maar een baan zoeken als hij broke is. Wow. Zijn baan is op mensen wachten die langlopen. Nou ja, oké. En dan ook nog verliezen en dan geld uitgeven dat hij nog meer broke is. Ja. Dat is niet handig. Nee, maar dat doet hij wel. Hij deed het toch. Hij deed het toch. Oh, waarom zijn we zo vermoeiend? Oh, laat mij er eens even buiten. Ja, oké. Dat kan. Bubbel even keer iemand anders, jongen. Mac, le, dude. Waarom deed ik dat eigenlijk niet voor tackle? Nou, maakt niet. Omdat jij een PS5-owner bent. Hé, hey, ik wou Fameburst al aanleren voor tackle. Oké. Nummel. Ik moet ook weer. Daar hebben we iemand van de Water Tribe voor. Meenemen die low leveled is. Dat ik ook nog moet. Rare Candy. Maar zo blijven we wel een beetje nostalgie farmen, zeg maar. Want, hè? Weet je, zo ging het vroeger ook altijd. Als ik nu ga voorlopen. Dan hebben we de eerste paar afleveringen al gedaan. Is ook leuk om dan even weer terug te komen met nostalgie. Zullen we dan ook terugkomen met nostalgie dat ik gewoon uiteindelijk de Cage Lock win? Sorry, de verbinding viel weg. Je reed zeker in een tunnel. Ik? Ja. Ja. Ik wel. Ik zou zoiets normaal gesproken nooit doen, maar...
ineens was er een tunnel boven me. Heel gek. Denk je, nice, ik ga al die trainer ontwijken door in het gras te gaan, dan gaan die gras jou ontwijken. Of gaat het gras ging het gras jou ontwijken? Nee, juist niet. Dat is het hele probleempje. Koffie! Nee, die hoef ik dus niet, maar... Ik zou hem wel Paddy noemen. I don't care. Dat... Oh, waarom heb ik dat gedaan? Nu heb ik geen sweetser meer. Oh boy. Je hebt één honing. Sandring. Daar had ik niet over nagedacht toen ik hem boxte. Yo. Wauw. Shiny Nummel. Zullen we de part gaan beëindigen? Dan kan je zo meteen eventjes snel teruglopen voor je sweet sand. Ja? Prima. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.